Ze zou haar man met een bijl hebben doodgeslagen en hem daarna in de kruipruimte van hun woning in Elst hebben verborgen. Vandaag hoorde de 56-jarige vrouw voor de rechtbank in Arnhem 14 jaar cel tegen zich eisen. De vrouw zegt dat ze uit zelfverdediging handelde. Ze wilde niet meer verder met haar man, die haar meermalen zou hebben verkracht. Het OM gelooft haar lezing niet. De beslissing van verdachten om het lichaam zonder veel respect in de kruipruimte te verstoppen roept associaties op met een horrorfilm. En heeft ook de buurt in grote mate geschokt. Hoe moeten bijvoorbeeld de buren zich voelen die met terugwerkende krachten te weten zijn gekomen waar die vele vliegen ook in hun huis vandaan kwamen in oktober 2023? 8 maanden lang lag haar man dood in de kruipruimte van hun woning in Elst. Terwijl zij iedereen vertelde dat hij haar had verlaten. Het Openbaar Ministerie denkt dat de vrouw haar man met vooropgezet plan om het leven heeft gebracht. Zij kocht met haar pinpas een bijl bij de Welkoop en sloeg hem met 3 klappen dood in bed. Kopen van een bijl, meenemen naar de slaapkamer en gebruiken bij die licht. Die zijn voldoende om aan te nemen dat verdachte voordat ze met de bijl sloeg, gelegenheid heeft gehad om zichzelf te beraden en zich rekenschap te geven voor de mogelijke gevolgen van haar daad. En daarmee zitten we in de kwalificatie van de moord. Maar de vrouw zegt dat te hebben gedaan vanuit zelfverdediging. Ze wilde van haar man af. Die zou haar daarop meerdere malen verkracht hebben, vertelde ze in de rechtbank. Toen het weer eens gebeurde, greep ze een zwaar voorwerp van onder het bedkussen. Dat bleek een bijl te zijn en sloeg hem op het hoofd. Hij kneep mijn keel dicht, zei ze in tranen. Ik kon geen adem meer halen. Dat zou betekenen dat de manier van die nacht sliep met een bijl onder zijn kussen. Waarom? Dat laat zich op voorhand al niet verklaren. De rechtbank doet 26 maart uitspraak.